weet altijd hoe anders jouw huis is dan het mijne. Je schreef nogal, Lincoln. Oh, ja, sorry. Mag ter gewoonte. Hallo, jongens. Kom binnen. Hallo, meneer McBride. Hallo, meneer McBride. Oeh, mooi bouwwerk, Lincoln. Zullen we aan het werk gaan? Bedoelt u nu meteen? Ja, natuurlijk. Wacht even, Lincoln. Er zit een knoopje los op je shirt. Oh, ja, ik... Laat mij maar. Dank u, meneer McBride. Lieve hemel, als ik het goed zie, laat de zool van je schoen bijna los. Oh, dat is... Geef maar hier. Ik maak het wel met de tik van een hamer. Wow, maakt u dat niet vast met een niet-machine? Momentje, Lincoln. Je bakkenbaarden zijn niet gelijk. Weet ik. Daarom hou ik mijn hoofd meestal scheef. Kom maar mee. Perfect. Warme handdoek. Sorry dat het eten gewoontjes is. Gebraden biologische kip in zelfgemaakte marinade. En groente uit onze moestuin. Schep maar op, Lincoln. Geen folie om los te trekken? Folie, lol. Dat is een goeie, Lincoln. Clyde, hoe was je dag? Superleuk. Ik hield het 36 seconden vol met drijfbal. Hoor je dat, Harry Parry? 36 seconden. Goed gedaan, jongen. En Lincoln, hoe was jouw dag? Wat? Ik? Wilt u weten hoe mijn dag was? Nu? Halleluja. Oeps. Sorry. U kent de regels, pap. Telefoon uit als we eten. Meen je dat nou? En versterkers en pitchingmachines dan? Of grootsteenploppers? Jij bent zo grappig, Lincoln. Hier, neem nog wat. Oh, ik dacht dat die uitstond. Sorry dat we je vulkaan niet afkregen vanavond, Lincoln. Kom morgen anders nog een keer. Dan is het Manipedia-avond bij de McBrides. Oeh, ik hou van die twee aan het eten. Jij bent te grappig, Lincoln. Ach, dit gaat nog wel. Kluitvaders delen met twee zussen is best oké. Het kan erger. En toen zei de specht, daarom vertel ik klop-klop-grappen. Ah! Louis? Meneer McBride, vindt u me meer een herfst- of een wintertype? Jij bent absoluut een zomertype. Letterlijk, nietwaar? Lori? Oh, meneer McBride! Yo! Oh, niet te geloven dat jullie natriumtraditie later in huis hebben. Meneer McBride! Wat is er, Howie? Oh, alle regenbogen! De vloerbedekking! Hey, heb jij ons geheim aan iedereen doorverteld? Nee, broer! Dat zou ik echt nooit doen! Maar misschien zong ik erover in de douche. Alle aandacht voor jou. Te gek, maar zeg het niemand dan. Kluit en vaders zijn echt mijn idool. Eén op één. Tijd met hun na school. Sorry, ik was iets te enthousiast. Beminde aanwezigen, we zijn hier bijeen om afscheid te nemen. Meiden, ik kan mijn kamer niet vinden. Dat is logisch, Leni. Je bent niet in je eigen huis. Niet praten op je eigen begrafenis. Meneer McBride! Meneer McBride! Meneer McBride, kunt u me helpen met mijn vulkaan? Hij moet morgen af zijn. Tuurlijk, Lincoln. Geef me 5 minuutjes. Luan wil dat ik deze taart proef. Hoi, meneer McBride. Wilt u me helpen met mijn vulkaan? Oh, absoluut. Geef me 5 minuutjes. Ik help Lola met haar schoonheidswedstrijd. Oh, dit bedoelden ze met taartproeven. Oh, geef me nog 5 minuten, Lincoln. Ik moet die meringue uit mijn oog krijgen. Dus met Lori, jammen met Luna, zoeken naar Lily. En daar ben ik. Goed, wie had mijn hulp nodig? Lisa! We hebben Clyde's vader gesloopt. Jullie hebben wat? We hadden heel veel plezier toen er opeens iets knapte bij ze. Ze stopt ons in een auto en bracht ons naar huis. Ik heb geen idee wat dit veroorzaakt heeft. Ik vroeg alleen of we mochten logeren. Daar is hij! Ik zie hem! Clyde, lieverd, doe het niet! Klim weer omlaag! Oh, Howie, hij moet echt verstijfd zijn van angst. Dat heeft hij van mij. We zullen hem moeten gaan halen! Nee. Wij gaan, Lincoln. Ik wil niet dat je iets overkomt. Nee, ik moet gaan. Clyde is mijn beste vriend en ik blijf hier niet staan terwijl hij... Nee, maak die ze niet af! Oké, we gaan alle drie. Maar wel heel voorzichtig. Ik hoop dat het veilig is. Dat is het wel. Anders zou er vast een bord staan. We zijn er, makker. Rustig maar. Alles komt helemaal goed. Oké. Dat is maar een bord. Waar is mijn kindje? Mijn kindje kan wel ergens gebonkt in het ravijn liggen. We moeten snel naar beneden en hem gaan zoeken.
Sinterklaas! Oh, koud. Papa's? Lincoln, hallo! Lincoln, meld je. Dit is... Clyde, je bent oké! Okay. Waar ben je? Ben je de schans afgegaan? Lieverd, heb je iets gebroken? Kan je je teen bewegen? Blijf daar. Hou je hoofd stil. Ik ben oké. Okay. Ik ben de schans niet afgegaan. Oh, nee? Nee, echt niet. Ik was er en zag dat jullie gelijk hadden. Dat ding is gevaarlijk. Dus ik ben weer naar huis gegaan. Oh, gelukkig. Dat heb je goed gezien, jongen. Maar waar zijn jullie? Dat is nou grappig. Jongens, ik ben er. Clyde, heb jij de boswachter gebeld? Jawel, maar ik kreeg zijn voicemail. Wat? Harold, onze volgende vakantie is Chicago, niet het bos. Maak je niet druk. De boswachter is niet nodig, want ik ga jullie redden. Oh nee, zeker niet. Ga terug naar de hut en bel de brandweer of het politiebureau of oma Gail. Maar jij komt niet naar boven toe. Oké, kom naar boven, maar doe voorzichtig. Ik zeg dit voor de laatste keer, papa's. Maak je niet druk. Oh, ik kijk niet. Clyde, en je verlammende hoogtevrees dan? Daar probeerde ik juist niet aan te denken. Vergeet maar dat ik het zei. Dat is oké. Ik probeer me te concentreren. Lieverd, als je in die boom wil gaan klimmen, denk je dan wel aan je sapallergie? Ik heb een pilletje genomen. Houd toch op. Oh, dit is te veel. Nu kijk ik niet. Ik nog steeds niet. Jullie steken me allebei aan. Dat was heel moedig, jongen. Ook al kostte het 5 jaar van mijn leven. We zijn nog niet weg uit het bos. We sleeën eraf. Kom, we moeten snel zijn. Zitten, er is maar één route. Jullie moeten me gewoon vertrouwen. Schiet op. Knijp je billen samen. Ja, dat doe ik al. Dus moet ik je iets bekennen? Ik vond je buff bourguignon nooit lekker. Ik ga niet naar de sportschool als ik dat zeg. Ik ga naar de dodentwink toe. Ah! Een parachute? Ah, goed voorbereid, Clyde. Ik heb het idee van jou. Lieverd, het spijt ons heel erg. Je kan duidelijk wel voor jezelf zorgen. Ja, maar dat komt door jullie. Daarom ben ik altijd goed voorbereid. Vanaf nu zijn wij niet meer overbeschermend. En dit keer menen we het. Bedankt. Ik ben blij met vaders als jullie. Ik geef ze maar een beetje privacy. Hier komen Lincoln. Knuffel. Kom mee, we gaan terug naar de hut voor een mok echte warme choco. Echt? Warmig. Zeg, wat zei je nu net over mijn buff bourguignon? Dat weet ik niet meer, want ik vraag me nog steeds af waarom we betalen voor een sportschoollidmaatschap. Touché. Oké, hou je klaar om los te laten? Zo klaar als ik maar zijn kan. Man, wat zijn wij toch fantastische ouders. Piloot en co-piloot, we zijn klaar voor lancering. Nu gaat de pret echt, echt beginnen. Daar slee ik voor. Oké. Ja! Sneller! Dat was te gek. Kom, we gaan nog eens. Het lijkt ons wel te lukken om niet zo overbeschermend te zijn, hè, Howie? Howie? Ah, hey, McBees. Hoe is het? Het is gewoon een nachtmerrie. Rustig ademen, Howie. Gast, wat is er aan de hand? We wilden weggaan om oma Gerry op te halen voor de jaarlijkse McBride-familiereunie. Oma en ik zijn regerend zakloopkampioen, al 4 jaar. Eén keertje begon oma te huppen en... Clyde, schat, de korte versie. Ik heb 10 kilo Amish aardappelsalade in de kofferbak en het dreigt te verpeteren. Oh, juist. Dus in een notendop, onze kat oppast zij op het laatste moment af. Luna, is er misschien een kans dat iemand van jullie op Cleopatra en Nefertiti kan passen? We betalen $40. Ik weet het niet. Lori is weg, die ging vroeg naar de golfbaan en Lenny is al naar haar werk, dus ik kan niet. Psst, Luna lief, je moet die gig pakken. Je hebt nog wat geld nodig voor die VIP-pas voor mijn concert. Sam heeft haar al, hoorde ik. Oh, kom op, Luna. Het wordt echt rocken. McBees, ik kan me oppassen. Oh, Luna, je bent onze redder. Hier is de huissleutel. En alle katzorginstructies liggen op de keukentafel. Oh, er is wel 1 regel. Wil je alsjeblieft niemand op bezoek laten komen? Onze schatjes worden nerveus als ze meer dan 1 vreemde tegelijk zien. Dokter Lopez werkt met ze aan hun vertrouwensprobleem. Grijpend, gasten! Oké, Clyde. Je weet wat te doen. Huh?
Dankjewel, Luna. We zullen om 6 uur thuis zijn. Klinkt goed. En maak je geen zorgen. Jullie knuffels zijn in goede handen. Sam, ik sta bij je in het krijt. Ach, ik vind het waanzinnig dat we Mick samen gaan zien. Ik zal hem smeren voordat de McBrides terug zijn. Okidoki, later Sam. Simon! Wel, ik vond jouw aardappelsalade verrukkelijk. Waarom nam iedereen die van tante Brenda? Hm? En ze had ze niet eens mogen meebrengen. Zij zou het dessert maken. Hey, McBees. Welkom thuis. Luna, hoe ging het met onze lieve engeltjes? Vlekkeloos. Ze kregen snacks, ze hebben gered, gewandeld en we speelden. Simon! Zegt! We speelden Simon zegt. Wel, we zijn heel blij dat je ons zo snel kon helpen. Dankjewel, Luna. Wacht! Is alles wel in orde? Zeg, wil je wat aardappelsalade mee voor onderweg? Chips! Ik besef opeens dat ik mijn plektoon kwijt ben geraakt hier. Oh, ja, we zullen wel opletten en dan komt Claire het wel brengen. Nee. Het is mijn geluksplektrum. Ik kan niet spelen zonder. Ik weet dat we hem zo vinden als jullie helpen zoeken. Als jullie de badkamer checken, dan kijk ik hier wel even rond. Luna, hebben ze hem gezien? Nog niet! Als jij dan naar de achterkant van het huis komt, dan ga ik hem zoeken en geef ik hem aan jou. Doe ik. Auw! Hm? Huh? Hey, wat krijgen we? Zijn er net iets? Ik was het niet. Zeker weten? Wat? Laat maar zitten. Luna, waar ben je? Ik heb je gitaarplektrum. Kijk, pap. Oh, laat maar zitten. Het is een kleine tortilla-chip. Dus daarom zijn Sam en haar broertje hier. Het spijt me dat ik jullie regel brak. Hier, ik heb het niet verdiend. We waarderen je eerlijkheid. Maar we moeten zeggen, toen we net bij onze poezenbaby's keken, hebben we ze nog nooit zo diep zien slapen. Dat komt door Sam. Zij is echt een kattenfluisteraar. Wacht, Loens. Het was jouw idee om een superlief slaapliedje te zingen. Dat is waarom ze zo lief liggen te slapen. Wel, Peerbeer, ik weet niet wat jij vindt, maar ik vind het indrukwekkend. Eerder, miauw. Jullie waren blijkbaar een goed katoppasteam, dus... Waarom delen jullie het geld niet? Nou, ik weet nu al wat ik wil gaan doen met mijn helft. Waar wacht je nog op? Schiet op en haal die VIP-pas. Weet je het zeker? Mhm. Oeps, sorry. Geen probleem, meneer en meneer McBride. Wij krijgen ze wel weer in slaap. Goedemorgen, papa's. Goedemorgen, lieverd. Armen omhoog. Kom, we willen niet dat je van de kruk valt en misschien iets breekt. Ja, ik doe het breken wel. Clyde, is er iets dat je nog had willen doen dit weekend? We kunnen met de AED oefenen. Eigenlijk, Zack is die nieuwe film aan het kijken over een familie kraaien die de wereld over willen nemen. Wow, dat klinkt best griezelig. Plus, dat kan je kraaifobie triggeren. Harold, moet je ook wat zeggen? Pap heeft gelijk, lieverd. Is er iets anders dat je had willen doen? Clyde, het is heet! Lincoln wilde heel de nacht gaan videogamen. Mag ik meedoen? Wel, ook al is het dan weekend, je hebt gewoon je bedtijd, jongen. Dan wordt het AED oefenen. Clyde, bescherm je ogen. Ik heb de hoge drukbal op staan. Ik heb een idee dat ik aan jullie wil voorleggen. Een Braziliaanse uitwisselingsstudent zoekt een plek. Zijn naam is Thiago. En hij zit in mijn jaar. Wauw, Clyde. Hoe kwam je daarop? Ik dacht dat het leuk zou zijn. En ik ben geïnteresseerd in de Braziliaanse cultuur. Ik weet het niet. Het is echt een grote verantwoordelijkheid. En we willen ook geen tijd wegnemen van jou. Ik heb al jullie liefde en steun al 11 jaar gekregen. Zo'n paar weekjes wil ik dat wel delen. Wel, als je dat denkt... Cool, want ik had al ingeschreven. Dat zal hem zijn. Ik ga wel... Hoi, ik ben Thiago. Aangenaam. Hallo, Thiago. Ik ben Clyde. Sorry, Clyde. Ik omhels graag mensen. Jullie ook, papa's. Kom hier. Welkom. Fijn dat je er bent.
Dit zijn cadeautjes. Kijk eens, carnavalskostuums. Hierin dansen we de samba. Als jullie het nu eens aantrekken en Thiago jullie een paar pasjes laat zien. Ga lekker je gang. Goedemorgen allemaal. Papa's, ik zat te denken. Waarom laten jullie Thiago vandaag niet Fan Royal Woods zien? Misschien stoppen voor een picknick. Wat een goed idee. We halen een flippy, bootje huren bij Hoge Bomenvijver naar de papierfabriek. Ik zou graag mee willen, maar iemand moet thuis blijven en haar kat oppassen. Huh? Je weet dat die stinkerts altijd onze planten ontpotten als we weg zijn. Stoute kat. Nee, nee. Ja, we kunnen de katten niet alleen laten. Mooi, veel plezier. En nu kijken naar Crimegeddon. Mwah. Maar we kunnen Clyde ook niet alleen laten. Oh, wacht. We bellen de katoppas, François. Dan kan Clyde met ons mee. Hoe klinkt dat, liefje? En wat is dat achter je rug? Oh, niks hoor. François. Cool. Clyde, waar is je muggenhoed? Je weet nooit wanneer er een muggenplaag komt. Een klein beetje Royal Woods geschiedenis. De Pony Express had een route dwars door dit park. Hier ligt wat versteende mest als bewijs. Nee, het is een dennappel. Ja. Oh, wat moeten we nou doen met al die extra augurken? Ik denk dat we ze maar weggooien. Hey papa's, ik ga een stukje wandelen. Benen strekken. Hopelijk werkt dit. Hey papa's, kunnen we praten? Ik maak me zorgen om Thiago. Hij heeft heimwee, denk ik. Waarom denk je dat? Wel, hij knuffelde zijn carnavalkostuum en keek een beetje verdrietig. Maar wat zou kunnen werken? Beetje quality time met de beste papa's die ik ken. Bing en bang. Ik zou graag meedoen, maar ik denk dat wat één op één tijd veel beter zal zijn voor hem. Wel, oké dan. Oh, kijk hoe goed hij het verbergt. Veel plezier! Vrijheid en augurken! Oh ja, ik ben vrij! En ik eet augurken! Oh ja! Ik wil niet dat jullie naar Brazilië gaan! Clyde, wat is er? De reden om Thiago in huis te vragen was omdat ik wat vrijheid wilde. Maar ik wilde niet dat jullie mij zouden vergeten. Ik hou van jullie. Ik heb jullie nodig en mis de dingen die we doen. Papa en ik zouden je nooit echt vergeten. We wilden je enkel meer ruimte geven. Het leek alsof je dat wilde. Bedoel je, was het te zien? Dankjewel! Ik hou van jullie! Nou, we houden ook van jou. Hij gooit de hele dag al zijn lievelingsspullen weg. Hij zegt maar steeds dat het allemaal nep is. Tenminste, ik denk dat hij dat zegt. Het was slechter verstaan door het huilen van Howard. Huh, vind je het raar? Het gaat om veel meer. Hij zegt dat hij niet meer gelooft in verjaardagswensen, goochelaars en kleine kaboutertjes. Alles wat ons kleine ventje zo speciaal maakt. Ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Clyde, luister. Ik weet dat je kwaad bent op Hunter, maar... Ik ben niet kwaad. Ik ben dankbaar. Hij liet me zien wat voor naïef type ik was. Ik bedoel, als hij nep is, dan is de rest ook allemaal nep. Je operatie Desertstorm herdenkingsborden? Dat is doorgestoken kaart. Niemand kan echt 100 crème brûlées karamelliseren in 5 minuten. Onze anti-alien ontvoeringshelmen? Aliens. Die bestaan niet. Clyde, je hoeft niet alles op te geven waar je ooit in geloofde. Oh, doe ik wel, Lincoln. Ik wel. Gast, dat was je wekkerradio. Nou. Het is erger dan ik dacht. En ik weet wiens schuld het is. Waar ga je naartoe? Ik moet met iemand een hartig woordje spreken. De schop van Hovenietje? Klassies. Hij is het echt. En hij gaat er vandoor. Wat zeggen jullie ervan? Gaan we hem vangen? Kijk, daar is hij! Laat mij maar. Ja! Help even. Hij zit daarin. Kom, volg mij. Nu!
Ongelooflijk! Dat was geweldig, Hunter. Ik ga naar huis en ga meteen een fanbrief aan je schrijven. Ik geloof! Hey, Ark-kadetten! We staan hier op een spooksleepboot in Milwaukee, waarvan men zegt dat je 's nachts heel soms de geest van kapitein Jack ziet rondzwabberen. Ik weet niet of we hem vannacht zullen vinden, maar als we dat wel doen, dan pak ik hem. Hey jongens, hier hebben jullie wat snacks. Geserveerd op Clyde's operatie dessert stormherdenkingsborden. Bedankt papa's, maar we gaan zwemmen als dit afgelopen is. Dus zullen we een uur moeten wachten. Geen probleem. Ja! Onze zoon is weer terug! Sorry voor het late tijdstip, maar ik heb echt het beste nieuws sinds tijden. Mijn vaders krijgen nog een baby, dus ik ga een grote broer worden. Dat is fantastisch. Hebben ze je dat net verteld? Wel, niet helemaal. Maar er vallen me al een tijdje dingen op. Babykleertjes. Babyflesjes. Kom op, Cleopatra. Zo, het kan maar niet veilig genoeg zijn als de kleine hier los gaat lopen. Ah, nu je het zegt, we moeten de kabels wegwerken en de stopcontacten en de schoonmaakmiddelen verplaatsen. Het was duidelijk wat er aan de hand was, maar ik wist het helemaal zeker 5 minuten geleden. Wel, Howie, ik denk dat ons huis klaar is, maar zijn onze harten dat ook? Is er wel een kamertje vrij voor nog een bundeltje vol liefde? Natuurlijk wel, Peerbeer. Oh, ik kan niet wachten om het Clyde te vertellen. Grote broer zijn is de belangrijkste baan die ik ooit zal hebben. Kom anders een dagje stage lopen, zodat je het van dichtbij kan zien. Te gek, ik ben onderweg. Fijn dat je enthousiast bent, Nachtuil, maar het is 1 uur. Oh ja, zie je om 8 uur, slaapkop. Slaap lekker, Nachtuil. Clyde, liefje, wij willen je graag iets vertellen. Ik weet al lang wat het is. We krijgen een baby en ik word een grote broer. En dat wordt top, want ik ken de vakmethode en ik ben dol op koekjes bakken en... Clyde, je doet hysterisch. En zei je nu baby? Ja. Ik zag de flesjes en de kleertjes en ik hoorde jullie praten. Dan denk ik dat dit een misverstand is. Jouw vader en ik bereiden ons niet voor op een baby. Wij bereiden ons voor op... een poesje! Dit is Cleopatra's zusje, Nefertiti. We mochten haar vandaag eindelijk meenemen uit het dierenasiel. Wauw, wat is ze lief, zeg. En zodat jullie het alvast weten, als je toch ooit besluit een mensenkind te nemen, dan ben ik daar helemaal klaar voor. We zijn zo terug. Vind je het goed om even op de poes te passen? Ik ken de vakmethode. Vertrouwen, aandacht en kattensnoepjes. Oeps, de afkorting was slimmer geweest. Hé, makker, waar zijn je sportkleren? Lincoln. Niet erg, ik heb extra mee. Oh, ik heb ook ontbijt meegenomen. Lincoln. Donuts! Lincoln. Ja, ja, ik weet het, Clyde. Je hebt je vezels nodig. Daarom heb ik ook fruit mee. Lincoln, mijn vader en ik gaan 8 dagen naar Hawaii toe. Het was een soort van verrassing. Wat? Oh, sorry voor de luchthoorn. Nee! Wacht, zei je 8 dagen? De vakantie duurt 9 dagen. Dan hebben we nog 1 dag als je terugkomt om alles van onze lijst te doen. Yes! We moeten de lijst natuurlijk wel wat inkorten. Natuurlijk. Lijst inkortmodus geactiveerd.